Hoi, ik ben Cresela van Fashionista Magazine en vandaag maken we deze tas met fringes. We love the Wild Wild West dit seizoen. Cavalli, Michael Kors, Valentino, Lanvin, iedere designer hing al van die zwierige cowboy touwtjes aan zijn tas aan. En natuurlijk zijn ook it girls als Kate Bosworth, Nikki Hilton en Sandra van het blog Love is Blind ermee gespot. Wat heb je nodig? Een leren tas, zwart suede touw, een Stanley mesje, een snijplank, een stofschaar, een meetlint en een pincet. Knip als eerste ongeveer 40 delen van 35 cm af van het suede touw. Als je alle touwtjes geknipt hebt, maak je nu met het Stanley mes meerdere sneetjes onder elkaar in de zijkanten van de leren tas. Nu begin je met de fringes. Vouw je voor het touwtje dubbel en haal de dubbele kant steeds door een gaatje heen. Dit doe je met de losse kanten naar boven. Daarna haal je de losse delen weer door de lus. Trek de lus hard aan en je eerste fringe is klaar. Als je een vollere fringe look wil hebben, knoop je net als ik aan elke fringe een extra touwtje. Als laatste maak je ook nog fringes vast op de plek waar de handvaten vastzitten. Ik hoop dat jullie deze DIY leuk vonden. En wil je nog meer van dit soort leuke video's zien? Abonneer je dan hieronder op ons kanaal. Tot de volgende keer!